Een hele goede morgen. Het is vandaag. Ik weet niet welke dag het is. Het is vandaag maandag. Ik heb net Nessim afgezet bij Schiphol. Hij is echt letterlijk net weg. En is echt net letterlijk gewoon licht geworden. Het is echt zo vroeg. Niet normaal. We waren vertrekken toen het echt nog heel erg donker was. En nu is het alweer licht geworden. We hebben ook in de file gestaan. Jezus. Oh, wat eng. Ik ben iemand tegen me aangewoond. Ja, ik ga even mijn camera weg doen. Dan ga ik even rustig gaan naar huis rijden. Ik moet echt nog wakker worden. Ik moet denk ik nog even een koffietje halen of zo. Ik ben zo moe. Ik heb letterlijk 3-4 uur geslapen. Omdat ik gisteren dus de EMA's heb gekeken. En ik moet nu hier weg bij Schiphol. Doei! Zo, ik zie er gelijk blik uit. Ik heb trouwens niet eens verteld waar hij naartoe gaat. Maar hij gaat naar Manchester voor Puma. En daar mag ik dus gewoon trainen met de trainers van de voetbalclub uit Manchester. Dat een beetje. Dat is wel leuk. Besef mijn sokken. Oh mijn god. We waren het uitstappen bij de tank. Toen besefte ik me dat ik gewoon dit heb aangedaan. Dus ik ga deze sokken even uitdoen. Dan ga ik uitstappen. Zo, eindelijk aangekomen thuis. Ik kan niet wachten om deze sokken weer aan te doen van Nessie. En ik ga even een ontbijtje scoren bij de supermarkt. Oh. Ik heb zin in een smoothie of zo. Oh, ik wil ook mijn auto niet uit, want het is zo koud. Oké, ik ga echt de raarste ontbijt even maken. Ik heb echt te veel 24 Kitchen gekeken en nu wil ik dit gewoon als ontbijt. Ik ga voor het eerst in mijn leven anchovies zelf maken in een gerecht. Ik ga dus knoflook met uitjes bakken in anchovies. Er komen sperziebontjes bij, tomaatjes, chili, tomatenpuree, zout, peper. En dit moet lekker zijn. Oké, dan hebben we hier de uitjes met knoflook en de anchovies. En de groente erbij. Ik weet dat anchovies eigenlijk heel erg zoutig is. Dus ik ga toch de zout skippen, denk ik. En dan de tomatensaus, chili pasta en peper erbij. En dan dit gewoon zachtjes laten pruttelen. Tot het helemaal gaar is. Ik weet niet of het lekker is hoor jongens. Maar ik had gewoon echt trek gekregen. Ik keek naar Jamie Oliver. En hij had er nog een zeebaars of zo erop gedaan. Maar ik eet het echt gewoon zo. Ik vind het wel even een goede test van mij. Zo. En nu laat ik het even een kwartiertje zo. Oh ja, ik was iets vergeten. Ik moest er nog een beetje citroen in doen. Nou jongens, ik ben heel erg benieuwd. Zo, ik heb me net even klaargemaakt en opgefrist. Het eten was trouwens best wel lekker. Ik heb er echt van genoten. Ik heb ook alles opgegeten. Lekker veel groenten naar binnen gewerkt. En ik heb me even omgekleed. Ik heb even geen tijd om mijn haar te doen, want ik heb zo'n afspraak. Dus ik moet nu eigenlijk vertrekken. Ik heb een truitje aan van de Zara. Het is zo'n crop trui. En hieronder heb ik een broek aan van Boohoo. Ik doe even een enkelaarsjes eronder en dan ben ik klaar. Zo, ik ben net klaar. Ik heb net een afspraak gehaald voor mijn nagels. Kijk hoe mooi mijn nagels zijn gedaan dit keer. Ik ben echt zo blij. Ik heb dus een afspraak gehad bij Michelle in Zoetermeer. En Michelle is dus gewoon mijn eerste nagelstyliste. Voor de mensen die mijn vlogs vroeger volgde, volgens mij echt zo'n 2-3 jaar terug. Zij was toen mijn nagelstyliste. En ik wil eigenlijk weer zo'n setje. Gewoon echt zo netjes, kort. Gewoon echt gewoon heel mooi strak. Zij kan ook echt zo mooi veilen. Toen dacht ik, ga gewoon weer naar Michelle. Ik wilde te lullen en loop ik de verkeerde kant op. Maar goed, haar pagina is dus niet openbaar. Maar je kan dus naar haar pagina gaan. Ik ga hem even hierin zetten. Je krijgt dan eigenlijk gewoon in zijn agenda. En dan kan je zelf een afspraak inplannen. That's it. Ik ga weer lekker naar huis. Ik ben zo blij met mijn setje. Ik laat jullie even zo in de auto zien. Kijk, dit zijn mijn nagels. Kijk hoe netjes ze velt. Kijk hoe strak. Ze zit trouwens ook echt bomvol altijd. Zo'n 2-3 weken. Dus ik heb 3 weken geleden ook echt mijn afspraak ingepland bij haar. Maar ik ben daar echt blij mee. Echt waar. Ik vind ook allemaal dingen in de auto van Nessim. Ik vind hier gewoon mijn Gucci bril. Waarschijnlijk heeft hij deze gewoon een keer meegejat. Omdat hij zijne zocht of zo. Of ik heb hem weer achtergelaten. Maar ik zocht deze ook al heel lang. Fantastisch. Ik ben al een tijdje thuis. Ik heb een beetje lopen editen. En ik heb pakketjes gekregen van Boohoo die ik nu aan het... een boksen ben en ik ga vanavond, tenminste over een uurtje of 2, ga ik ook een video opnemen voor jullie met een shoplog voor Boohoo.
Het komt me goed uit dat alles gewoon vandaag binnen is. Ik ga het gelijk opnemen. Even snel een gezonde smoothiebol gemaakt. Het ziet er niet zo heel erg lekker uit. Maar dan komt er normaal gesproken nog allemaal mooi fruit en zo erop zit. Maar hier zit eigenlijk meer groente in dan fruit. Want het is eigenlijk een avocadobol met bosbessen. Ik heb lekker gegeten. Ik ga nu lekker douchen, mezelf opfrissen, klaarmaken. En dan ga ik lekker een video opnemen. Ik zal even alles gaan klaarleggen. Deze camera heeft echt issues met scherpstellen, man. Moet ik zo even alles klaarleggen en dan één voor één alles aan jullie laten zien wat ik heb binnengekregen. Wat ik overigens allemaal zelf mag kiezen. Dat vind ik wel echt heel erg chill. En ik denk dat ik nu echt gewoon wel de leukste dingen heb uitgekozen. Hi, schat. Hi. 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 Goed, ik wou net gaan douchen. Echt? Ja, hoezo? Nep? Moet het nep zijn? Wat dan? Wist je mij niet? Jawel, en een pachdi, hè? Wist mij niet, je appt mij niet, je zegt niks tegen mij. Ik had jou geappt omdat je mij juist niet had geappt. Remember? Ja, dat weet ik wel, maar ik was zo druk, man. Ik moest rennen van plek naar plek. Oh. Hoe is het mee dan? Ja, goed, ik wou nu even gaan douchen en klaarmaken, want ik moet even een video opnemen. Oh, goed bezig, hoor. Dankjewel, Enes. Lekker bezig. Nou, ik ga zo eten. Zo, ik heb net gedoucht. Moet me nog even opmaken en zo. Maar ik had echt zoveel dorst. Maar ik wil het wel echt even heel snel doen. Want ik wil echt heel graag op tijd naar bed vandaag. Lira is even naar buiten. Want die was echt de hele tijd aan het miauwen. Is lekker buiten. En Dina is lekker binnen. Ik denk dat ik Lira even buiten laat. Tot ze gewoon zelf naar binnen wil. Trouwens, ik heb een vraagje aan jullie. Ik was vandaag eens weer naar Michelle voor mijn nagels. En toen had ik weer een narcisse op en toen kreeg ik daar een compliment voor. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik niet altijd een compliment krijg over mijn parfum. Maar als ik die krijg, dan is het altijd zeg maar narcisse. Terwijl ik echt gewoon heel lekkere geurtjes heb. Ik heb dus begrepen dat als je zeg maar een geurtje bij iemand anders ruikt en je denkt van oh een lekkere geur. Dat je dan zelf koopt, het bij jou gewoon heel anders ruikt. Het moet gewoon passen bij je huid en je huidskleur of zo. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar ik ben heel erg benieuwd. Over welke parfum jij het meeste complimenten krijgt. Want tot nu toe is dat bij mij echt narcisse. Laat me gewoon in de comments weten over welke parfum jij het meeste complimenten krijgt. En wat voor huidskleur jij hebt. Even kijken of het misschien een link heeft met elkaar. Want ik ben eigenlijk licht. Want wat je nu ziet is gewoon eigenlijk een crème. Bronzing crème. En narcisse past dus heel goed bij mij. En oh ja. Ik kreeg vroeger ook heel veel complimenten altijd over Elisa, maar die gebruik ik bijna niet meer. Maar die moet ik ook echt weer gaan halen. Ik ben net klaar met opnemen. Dikke rotzo hier. Ik ga even snel opruimen. En dan ga ik lekker mijn pyjama aandoen. Ik heb echt zin om mijn pyjama aan te doen. Ik kan echt niet wachten om lekker gewoon te gaan liggen. Nou, ik had het erover dat ik ging opnemen en ik daarna dus naar bed zou gaan. Maar jullie kennen me langer dan vandaag. Ik ben een nachtmens. We zijn met Honey aan het bellen en toen hebben we even besloten dat we vandaag even gaan chillen samen. Dus ik ga even lekker richting Honey. En dan gaan we gewoon even lekker daar even een drankje doen. En daarna ga ik gewoon rustig aan naar huis. Nou, ik ben nu bij Hon. Kijk hoe we erbij liggen. Holly ligt daar gewoon lekker Harry Potter te kijken. En een thee met honing te drinken. Honey haat haar leven. Dus wanneer drink jij thee? Je bent gestopt met roken. Zo braaf ben je geworden. Gestopt met roken. Nou jongens, altijd gezellig om weer even langs Honey te gaan. Ze is alleen maar aan het klagen dat ze geen sigaretten mag. Ze zit alleen maar stoer te doen van ik rook al zo lang niet meer. Bla bla bla. Meer, ik wil sigaretten. Nee. Verschrikkelijk. Gezellig hoor, Hon. Altijd gezellig met jou. Ik ben net thuis. Ik heb gelijk een pyjama aangedaan, omdat ik echt niet meer kon. Ik ga even een beetje hier opruimen, want ik zie nog steeds overal kleren. Ik heb de vaat nog niet gedaan. Even de laatste dingetjes doen en dan ga ik naar bed. Ik ben eigenlijk niet zo heel lang gebleven, dus op zich ga ik niet zo heel erg laat naar bed. Het is nu namelijk 12 uur, dus als ik alles zeg maar binnen een half uur doe, dan is het best wel oké, zeg maar. Zoals je ziet heb ik hier nog allemaal kleren van toen net voor de shoplog. Dan ga ik ook even allemaal opruimen en dan ga ik naar bed. Ik denk dat ik misschien nog wel even een theetje of zo ga drinken om lekker gewoon relaxed naar bed te gaan. En dan zie ik jullie morgen weer.
Ik ga de vlog hiermee afsluiten. En dan ik ga hier bij de vlog afsluiten. En dan zie ik je heel graag bij de volgende vlog. Doei!